plotseling ben je zwanger. Je voelt hoe een vrouw voelt. Je hebt een dikke buik. Je bent in de 9e maand. Waar is? Hij komt. Huh? Oh, het is zo ver. Het is zo ver. Wat? Oh, baby. Waar is? Hij komt. Oh. In mijn optiek bestaat geen tovenaar, omdat niemand kan toveren. Goochelaar, dat bestaat wel, dat ben ik niet. Wat ik doe is hypnose. En hypnose is een techniek hoe je mensen in zijn onderbewustzijn zeg maar kan herprogrammeren. Heel veel mensen weten eigenlijk niet wat hypnose is. En ik vind het zo raar, zeker in deze tijd verder. Ik kan me voorstellen dat 40, 50, 60 jaar geleden mensen niet weten precies wat hypnose is. Maar hypnose is al 1955 wetenschappelijk onderbouwd en bewezen. En het eerste land die dat deed was Engeland. Wat denk je? Tweelingen? Tweeling. Ja? Ja. Maar even een vraag. Op wat verheug je het meest? Op een meisje of een jongen? Nou, als kan een jongen. Dat wordt wel een stevige, hè? Ja, dat is de bedoeling ook. Buik te zien wordt het echt een krachtige steving, hè? Ja, ik hoop het wel. Voel je hem strampelijk, hè? Zit hij? Kijk. Dat is een jongen. Echt? Ik kwam hier erachter. Maar voetballen, hij trapt, kijk maar. Maar ja, je hebt mensen nog die niet in hypnose geloven of denken dat het met iets anders te maken heeft, met duivelse krachten of weet ik wat allemaal. Maar deze mensen zijn ergens in het vorige eeuw met hun gedachten blijven hangen, terwijl ze alleen maar één ding hoeven te doen. Internet openmaken, googelen en dan krijgen ze alle informatie over hypnose werkt en wat je met hypnose alles kan bereiken. Er is speciale opleiding voor als je psychiatrie of sociologie leert aan de universiteit, hebben ze daar ook een deel van dat vak hypnose wat je moet leren. Dat is de basis van elke psychiater om te weten hoe hypnose werkt, om te weten hoe het onderbewustzijn van iemand werkt, omdat als je dat niet weet, kan je niemand op die manier geestelijk helpen om iets te bereiken of die problemen waar die persoon mee zit, die blokkades die hij opgeslagen heeft, als je dat niet weet hoe hypnose werkt, kan je die persoon in geen enkele manier helpen. Ik krijg je mond niet meer open. Zo, mag ik hem het vragen? Hoe is je naam? Ik begrijp je niet, sorry. Hoe was je naam weer? Je krijgt je mond niet open. Maar dat is het. Wil je mond open dicht? Wil je mond open krijgen? Als je nu wakker bent, gaat je mond open, dicht, open, dicht, open, dicht, open, dicht, open, dicht. Constant, net als een vis, open, dicht. Alles oké? Okay? Nee. Wij zijn ook niet goed. Wat zeg je? Nou, dit heb ik allemaal goed. Wat ik het meest uniek vind, is desondanks dat ik 40 jaar bezig ben, ontdek ik nog steeds mensen die op het podium iets uiten of zich zeggen, dat ik denk, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is ongelooflijk. Maar het is ook normaal, omdat de menselijke geest is universeel en uniek. Alles wat de mens kan bedenken, kan realiteit worden. En dat is eigenlijk de boodschap die ik met deze show wil geven. Everything you can imagine can be possible. Ja, precies. Je hebt me twee keer opgetild. Juist.
Als iemand je zou vragen of het voor de derde keer zou kunnen, wat is je antwoord? Ja. Kom, ja? Hou me, wacht even. Mm-hmm. Ik weeg 100 kilo, Bo. 200 kilo. 300 kilo. 500 kilo. 1000 kilo. Ik ben vastgespijkerd op het podium. Wat je ook doet, hoe meer kracht je inzet om mij op te tillen, hoe zwaarder ga ik worden. Ik weet wat je misschien nu denkt. Laat hem lullen wat hij wil. Ik til hem zo omhoog. Of 1000 kilo. Ik ben loodzwaar. Til. Oh, Jezus. Nou, het gaat echt niet. Ja, het gaat echt niet. Zonder moeite ben je weer in staat me op te tillen. Je kan het weer. Til. Heel veel mensen denken ook dat je met hypnose iemand kan dwingen iets te doen wat hij niet wil. En dat wordt natuurlijk in filmen uitgebuit. Even voor de duidelijkheid, niemand ter wereld kan tegen zijn wil gehypnotiseerd worden. Dat is punt 1. Je moet dat zo willen. Maar punt 2. Stel eens voor iemand wil gehypnotiseerd worden. Zodra je deze persoon een opdracht geeft, we noemen het een hypnotische opdracht. En die persoon is er tegen. Uit morele of uit persoonlijke gedachten, dan zal hij meteen die hypnose met die hypnotiseur verbreken. Het zou geweldig zijn als ik jou zou kunnen hypnotiseren en zeggen, weet je wat, je gaat een bankoverval doen en als je niet gepakt wordt, breng je me het geld. Maar word je gepakt, weet je niet eens dat ik jou de opdracht gegeven heb. Nou, dat is wat we meestal in filmen zien en meemaken. Het is niet zo. Ik kan nooit onder hypnose tegen jou zeggen, bijvoorbeeld, ga je moeder vermoorden. En dan komt het woordje, tenzij je al lang de gedachte hebt om je moeder te vermoorden, omdat je aast op een grote erfenis, maar de angst houdt je tegen. De angst om gepakt te worden. Maar de wil om die moord te plegen heb je wel. Dus als de hypnotiseur deze achtergrond weet, dan zou hij jou bij wijze van spreken de angsten kunnen wegnemen. Zeg, je kan je moeder gerust vermoorden. En denk hoeveel rijkdom je dan krijgt. En je moet niet bang zijn gepakt te worden. Ja, maar dan is niet de hypnotiseur eigenlijk degene die wat slechts doet. Maar de innerlijke van die persoon zelf, zijn negatieve gedachten. Daaruit kom je op inspelen. Maar draai het andersom. Iemand die graag iets wil bereiken, maar niet in staat is om het te bereiken. Omdat hij steeds tegen valkuilen en steeds tegen obstakels aanloopt. En daardoor gemotiveerd wordt om verder zijn weg te zoeken. Ja, die mensen kan je bijvoorbeeld in de hypnose helpen. Door positieve energie te geven. Door die blokkades en die valkuilen die hij tegenkomt. Zo duidelijk te maken dat hij daarmee kan omgaan. Dus dat is de weerszijde van die medaille. Ik zeg net als de elektriciteit. Met elektriciteit kan je levens redden, zien we in ziekenhuizen. Maar elektriciteit kan je ook iemand vermoorden, zie je de elektrische stoel in Amerika. Je krijgt je mond niet dicht als je het een keer open gedaan hebt. Zodra je mond één keer open gedaan hebt, krijg je het niet meer dicht. Dus ik zou vragen of het mogelijk is om politici te hypnotiseren ten goede van het land. Dat is weer een probleem, omdat de meeste politici zijn niet ten goede van het land. De meeste politici, maar het is overal ter wereld, beloven van alles en nog wat zodra ze gekozen worden. En als ze één keer aan de macht zijn, vergeten ze al die mooie beloftes die ze gemaakt hebben. En dan meestal als ze hun ambtstermijn afloopt, kort voordat het afloopt, beginnen ze met allerlei beloftes die ze weer niet kunnen nakomen. En het ergste is, ze maken zelfs beloften dat ze van begin al weten dat dat niet mogelijk is. Maar ja, ze willen stemmen winnen. En politici, het zit in jou. Als je van puur uit je hart bent, kan ik nooit onder hypnose een misdadiger uit je maken. Maar als je niet puur uit je hart bent, dan kan ik nooit een heilige uit je maken. Net wat ik zeg,
Hypnose is geen wondermiddel. Hypnose is een hulpmiddel. En dan zie je rechts van de tafel, aan de einde en rechts van de tafel, vier kippen in een pan. Tot je verbazing ontdek je daar je lievelingskip. Wie is dat? Dat is Josje. Wie is Josje? Die. Oh. Oh. Welke? Die? Hoezo herken je hem? Als een kontje. Is het ooit voorgekomen dat terwijl iemand in trance is, dat hij iets heeft opgebiecht? Nee, ook dat is niet mogelijk. Omdat een poosje, hebben ze in Amerika geprobeerd, zeg maar, dingen bij dieven of bij mensen die een misdaad gepleegd hebben, onder hypnose te brengen. Om te kijken of hij de waarheid zegt. Dat zal je nooit doen. Ik zei net, je kan nooit iemand hypnotiseren, iets laten doen wat hij niet wil. Dus als iemand een misdaad gedaan heeft en je zou hem hypnotiseren dat hij de waarheid zegt, zal hij altijd liegen. Omdat op dat moment dat hij de waarheid zegt, brengt hij zichzelf in gevaar. Dus nee, je kan onder hypnose nooit iemand de waarheid laten zeggen, tenzij hij de waarheid wil zeggen. Maar dan heb je geen hypnose nodig. Dan hoef je hem alleen maar te vragen en dan geef je al de waarheid. Wat je wel kan doen is bijvoorbeeld mensen die graag iets willen herinneren. Een getuige bijvoorbeeld die een misdaad gezien heeft. Maar zich niet meer kan herinneren hoe de dader precies uitzag. Of hoe de situatie precies was. Die zou je wel onder hypnose kunnen brengen. En dan kan je het wel zich eraan herinneren. Omdat het heeft mee te maken dat alles wat we horen, alles wat wij zien, opgeslagen is in onze onderbewustzijn. Alleen zijn we niet in staat om het op te roepen wat we weten. Vergelijkbaar met examen. Je leert heel hard voor je examen. Op dat moment dat je examen moet doen, weet je bepaalde vragen niet meer. Als ik je vraag, wat heb je een jaar geleden gedaan om deze tijd? Dan zou je me aankijken en zeggen, hoe moet ik dat weten? Maar onder hypnose zou je exact weten wat je een jaar geleden op dit moment gedaan hebt. Maar hoezo herken je Josje aan zijn kontje? Is dat niet misschien Josje? Nee, het is Josje! Ik zeg altijd, als mensen me vragen, waar denk je waar deze wereld toe gaat? En hoe zal het met de mensheid eindigen? Dan zeg ik altijd, niet de rijkste. Niet de intelligenteste zullen deze wereld overleven, maar degene die zich het beste kunnen aanpassen. En om zich aan te passen, moet je iets kwijt. Je ego. En daar is wat de meeste mensen tegen lopen. Hun ego. Ze willen gewoon iets zijn of iets laten zien wat ze niet zijn. Ik zeg altijd, laat je ego vallen en dan zul je zien wat voor mooi mens je wordt. Niet altijd aan zichzelf denken. Wat ik denk is de waarheid. En buiten de waarheid die ik in mijn hoofd heb, bestaat niks anders. Nee, dat is bewustzijnsvernauwing. Zo ontwikkel je niet geestelijk. Zo onderontwikkel je. Zo ga je terug. Je bent stijf als een boom. Je bent stijf als een boom. Dat is mijn filosofie. En boodschap eigenlijk wat ik met deze show wil geven. Daarom heet het ook The Next Chapter. Vroeger heb ik het puur op amusement gedaan. Om de mensen te laten zien. Een mooie avond te geven. Nu dat je ouder wordt. Denk ik wil ik een boodschap meegeven. En de boodschap is van everything you can imagine can be possible. Niet alleen positieve gedachten kunnen zich manifesteren, maar ook negatieve gedachten.
Ja! Maar alleen maar negatief, negatief. En het wordt niet beter. Kijk wat met oorlog is. Rusland, Oekraïne. Kijk wat nu in Palestina en Israël gebeurt. Kijk nu wat in Venezuela gebeurt. De wereld wordt steeds gekker. En daarom vind ik deze show steeds belangrijker worden. Om de mensen zijn ogen te openen. Van het kan ook op een andere manier. En daarom heet het The Next Chapter. En de show is dan zo'n noodshow om te demonstreren. Maar hij heeft een diep, diepgaande boodschap. En die boodschap is, mensen, gebruik jullie onderbewustzijn, jullie innerlijke kracht op een positieve manier.